Welcome to Kirak 50. Time's up, old man. All these people want to know what Rem Koolhaas, the architect, did to the Stedelijk Museum. But first, Margriet Schavenmaker, curator of the Stedelijk Museum, will tell everybody what problems they encountered when redesigning the permanent collection. Je loopt ook best aan tegen wat problemen. Bijvoorbeeld dat de collectie hoe westers georiënteerd is en voornamelijk uit kunst van mannen bestaat. Ik moet je iets geks vertellen. Een jaar geleden zat ik bij deze mevrouw in het kantoor van het Stedelijk Museum. En ze zei tegen mij, Stefan, ik word doodziek van die identity politics hier en dat neo-marxistische gelul. Dat zei Margriet Schavenmaker tegen mij. Hè? En zei, maar ik moet morgen, dit was een jaar geleden, deze persconferentie, moet ik weer dat verhaaltje gaan ophouden, want ik ben onderdeel van dit museum en ik moet die ideologie uitdragen. Maar ik vind het wel leuk om jullie over een jaar een podium te geven om daar een beetje een mix in te brengen. Hey, dat. Ja. Susan Robertson. Zij is dus nauwelijks tentoongesteld, terwijl als je kijkt naar Mondriaan en Breitner, waren een enorme fan van haar. Zij was heel belangrijk aan het einde van de 19e eeuw. Maar ook al dat hele abstracte zo, hier. Blauw, geel, rood. Ja, dit is inderdaad Mondriaan. Ja. Then the journalists are allowed to leave their seats and enter the exhibition where Rem Koolhaas will take them around and do a tour and show them his innovations. And one of the journalists is Joyce Roodnat. She works for NRC newspaper and she's recording a little podcast. Rem Koolhaas is telling her a little story. He is telling her that he hung a couple of paintings extra close together with a purpose. To liberate these paintings from their machoism. By hanging them together in a little corner, they become more refined and delicate. Ik denk dat je ook hier ziet een soort verfijning en ook een vermogen om zich te associëren met andere dingen. Die niet de bedoeling waren. En dat zie ik eigenlijk bij deze alle drie. Dat ze zijn enorm macho, maar ze spelen ook verrassend mee in een soort delicatere verbanden. Dus dat was eigenlijk de bedoeling. Ja. Ze worden bevrijd uit hun machoïsme. Als dat de bedoeling is, ben ik helemaal. Ik ben een professionele journalist, althans dat probeer ik uit te hangen. En ik was daar bezig. Ik herinner me dat. Ik herinner me dus ook helemaal niet meer wat hij gezegd heeft. Ik was alleen maar bezig. Ik moet een vraag stellen. Maar ik begrijp niet wat hij zegt. Dus ik kan ook geen vraag stellen. Ja, en als je dat terugziet, wat voel je dan? Als ik dat terugzie, dan denk ik, ik begrijp nog steeds niet wat hij zegt. En ik wou dat ik dat niet zo duidelijk van mijn gezicht had laten lepelen. Want ik zie het heel erg. En waaraan zie je het? Ja, mijn ogen. Ik zie steeds zo'n beetje knijpen. En ook de manier waarop ik afscheid neem. Ik ben echt blij dat ik er van af ben. Ik denk, dat moeten ze maar uitzoeken als ze het gaan monteren. Want ik weet niet wat ik hiermee moet. Dus dank je wel. Goed. Dus we vertellen ook een nieuw verhaal. En in dat nieuw verhaal gaat het niet om onderlinge concurrentie en superioriteit. Maar gaat het om de kwaliteiten van het ding zelf. Of bijvoorbeeld de kleuren die met elkaar iets te maken hebben. En je zou dus kunnen stellen dat deze dichtheid onmogelijk zou zijn of niet zou werken. Maar hier zie je dat ze wel degelijk ook andere kanten hebben die kunnen worden gemobiliseerd. Maar tegelijkertijd zijn we gewoon aan het wachten tot die babyboomgeneratie dood is. Ja, maar volgens mij zijn ze er zelf ook op aan het wachten als je ze zo ziet. Ze weten het gewoon echt niet meer. Ze zijn gewoon losgeslagen. Dat ze hebben gewoon echt geen idee meer wat ze nou gaan zeggen. En ik vond wel, dat is wel heel schattig dat dan Joyce Roodnat dan ook zelf toegeeft, misschien uit valse bescheidenheid, want ik denk dat ze hier zoveel over geschreven heeft dat ze het eigenlijk niet zou kunnen volhouden wat ze nu zei. Maar dat ze zegt, ja, ik snapte niet wat Rem Koolhaas zei. Ik wilde graag dat het afgelopen was. Hey poeps. Hey poeps. Rem Koolhaas zei net tegen een journalist dat deze
4 macho's die achter jou hangen. In deze opstelling bevrijd zijn van hun machismo. Als ze een beetje naar elkaar moeten kijken. Het is wel echt waar. Als je niet frontaal naar die dingen kijkt, dan krijgen ze heel... Dat is ook een beetje sadistisch of zo bijna bij deze werken. Vooral bij die de koning. Ja, ineens is het zo'n ding wat uit zijn ooghoeken moet kijken. Een beetje zo van, oh, wat gebeurt er links of rechts van mij? Terwijl het natuurlijk eigenlijk heel fier vooruit wil kijken. Waardoor je ineens dat zelfbewustzijn ineens niet meer zo stoer is of zo. En je kan je natuurlijk afvragen of je dat wil. Waarom zou je dat afvragen, Kate? Nou ja, als het dan macho-werk is, dan wil je de macho zien, denk ik. Maar natuurlijk eigenlijk dat verlies je niet, als je die pauwveren ook weer belachelijk maakt of zo. Maar wie neem je nou op de hak dan? Dat is toch de vraag? Ja, dat is de vraag. Ja, dus je hebt dat beeld van die 4 mannen die nu een beetje in de hoek staan en elkaar aan moeten kijken. Zijlings, niet rechtstreeks. Niet in confrontatie, maar in gedwongen samenleving of zo. Waarbij je dus wederom eigenlijk dan inderdaad de curator of de architect hebt, die staat daar naar te kijken en die gniffelt daar een beetje om. Zo van, kijk wat ik heb gedaan met die mannen. Ze worden bevrijd uit hun machoïsme. Dat is als dat de bedoeling is. Terwijl die mannen, net als jij, Rem Koolhaas, even goed eigenlijk hebben gedaan met dat modernisme wat ze ermee konden. En dat machisme was daar een onderdeel van. Dus die lach om die mannen die dan in dat hoekje staan is eigenlijk een hele gekke lach. Want lach je dan ook om jezelf? Of is het alleen maar een soort van kleine kwinkslag? Waarmee je dus alsnog weer gewoon op een machismo manier verhoudt tot die andere macho's. Zo van, laat hun maar in de hoek staan, dan ga ik daarom lachen. Zijn er nog andere gedachten die bij je opkomen? Ja. Ja, ik bedenk me nu ineens dat het is natuurlijk ook een zelfrelativering. Dus de curator of de architect gaat hiermee zelf ook een beetje in de hoek staan. Die zegt eigenlijk, dit zijn de passies en de vuren waarmee ik ooit als een soort van jeugdig iemand ben aangestoken. Modernism and also American modernism was very important for Rem Koolhaas. It was his ideology, belief system. And these paintings, abstract expressionist paintings, are sort of the New York godfathers of that ideology. Maar nu realiseer ik me ook hoe relatief dat is in verhouding tot een soort van inclusiever beeld, bijvoorbeeld van het modernisme. Dus die bevrijding van dat machismo is ook een soort zijn eigen bevrijding van zijn machismo. Maar je hebt gewoon jezelf ermee. Het is dat frontale en meer dan dat is het ook werkelijk niet. Dus je kan het helemaal niet relativeren, want dan is het gewoon weg. En dat maakt mij niet uit, want ik ben er op zich al niet in geïnteresseerd. Maar waarom moet ik dan kijken naar het weggerelativeerde macho-modernisme? Want de suggestie is dat mij daarmee in dienst wordt bewezen. Want ik moet dan ook onderdeel uitmaken van die inclusievere samenleving / modernisme of zo. Maar ja, als ze echt zo kinderachtig gaan doen, dan hoef ik dat ook helemaal niet. Ja, dat niksige daarvan. Dat inruilen van dingen voor niks. Mijn waardering? Ruil je nou hun machisme voor mijn waardering of zo? I'm trying to look at a Nicky de Saint Val, the one with the Jesus in the middle, and a Francis Bacon on the right. But Kate is still preoccupied with the way Rem Koolhaas wants to look at machos. Nog iets. Die veronderstelling dat machismo iets is wat je niet al sowieso als relatief ervaart. Ik bedoel, ik zie dat al als ik naar dat werk kijk. Ook als ik er frontaal naar kijk, ik zie zo'n koning, dan zie ik die macho die voor hem een voorwaarde was, maar die heus niet als het ware als een soort verstikkende deken over mij heen komt vallen als ik naar dat werk kijk. En dat geldt ook voor andere vormen van macho. Dat is een soort aanname nu, dat macho absoluut is. En dat het daarom ook weer gerelativeerd moet worden. Dat het zich gedraagt als iets wat als het ware domineert. Terwijl het heel vaak eigenlijk een hele kleine aanwezigheid heeft in een geheel of zo. Hè. Het staat altijd namelijk in relatie bijvoorbeeld tot misschien een bepaalde
bepaald soort vrouwelijk gedrag. De meeste macho's zijn ook heel vrouwelijk. Dus het is gewoon een valse aanname over wat machismo is. En dat dat je er niet buiten zou kunnen of zo, als het er is. En dat het daarom ook kleiner moet worden gemaakt. Terwijl, stel nou dat je zou aannemen dat wij allemaal last hebben van een soort van patriarchale samenleving. Dat is bovendien ook iets heel anders weer dan macho gedrag. Het zijn namelijk niet de macho's die uiteindelijk macht hebben. Het zijn eigenlijk de macho's die vaak een soort van versiering zijn rondom plekken van macht. Terwijl het traditionele patriarchaat veel meer een soort ja, zware, conservatieve achtergrond aanwezigheid is die drukt. En dat geldt helemaal niet voor die Willem de Koning, vind ik. Het heeft daar niks mee te maken. Dus als je ideologische oogmerk is om iets te zeggen over inclusiviteit, dan gaat het hier gewoon mis. Want die macho moet dan toch ook plek krijgen in die inclusieve samenleving of zo? Mag die dan ook gewoon frontaal gezien worden? Of alleen die dan niet? Hij mag dus eigenlijk niet in zijn macho-heid bekeken worden. Ja. I'm trying to make Kate aware of her new environment. The artworks that she is now, at this moment, surrounded by. She starts to look at a tableau behind her, and she's convinced that it was made by a woman. Dit lijkt me van een vrouw. Maar dat is niet zo. Nikki? Oh, dat is wel zo. Hoe kon je zien hieraan dat het van een vrouw was? Dat is hysterisch. Menstruatiebloed dat overal op moet worden gesmeerd. Het soort van hoorden van antieke of oude of weggegooide spulletjes. Die dan op een soort voodoo manier weer moeten worden opgehangen. Het gebruiken van geweld om een soort statement te maken. Zonder dat er gewonden vallen, zeg maar. Dus eigenlijk het tonen van wat zij dan zou willen dat met haar zou gebeuren. Dat projecteren op een soort van bloedige muur. Wat zij voelt, dat voelt die muur nu ook. Dat is denk ik een soort van hysterische waanvoorstelling. Hysterie wil dat de innerlijke toestand ook op een soort van dominante manier aanwezig is in de ruimte. Door bijvoorbeeld flauw te vallen of door zo'n kunstwerk te maken of te gaan schreeuwen. Maar op een manier die niet meer voor rekening vatbaar is eigenlijk. Of in ieder geval dat niet meer wil zijn. Van dit heb ik gewoon gedaan, want dit is wat ik voelde. Dus kun je ook niet op afdingen. Dat is het idee. Komt natuurlijk ook echt uit de tijd dat het idee is dat dat dan de enige manier is om je te uiten. Hè? Als vrouw, omdat je alles binnen moet houden en je eigenlijk een soort van ideaal moet gedragen. Ik bedoel, je kan iemand die hysterisch is eigenlijk niet kwalijk nemen dat hij dat is. Want het is zo'n sterke kracht dat hij er gewoon uitvloeit. De schaamte voorbij. En daarom is het natuurlijk ook een wapen in een soort van onderdrukte situatie. Of in ieder geval een zelfbeschermingsmiddel. En dus wel degelijk een vorm van vrouwelijk macho als dat plaatsvindt op een plek die helemaal niet onderdrukt. The only way to protect yourself against the evil doings of curators is to create artworks that generate their own contexts. She starts to look at the Francis Bacon. Mooi hoor. Het gevoel van dat water als het ware uit die kan wordt gegooid. En dat er een soort van draaiende of gewichtloze toestand is waardoor dat water omhoog vliegt. En die suggestie wordt eigenlijk gewekt door die kleurvlakken en dan die cirkelvorm. Wat hij wel altijd doet, is het gevoel van een soort van testruimte oproepen of zo. En dan in die testruimte is de menselijke vorm niet meer vast. Dat er iets in je is wat als het ware wegglibbert over de rand. Dat zit dan in jou. Ik vind het toch een interessante symboliek voor bepaalde gevoelens van verwarring of tegenstrijdige verlangens en dat soort dingen. Dat je iets in je hebt dat weg wil kruipen en iets wat sadistisch is en iets dat wil ondergaan en tegelijkertijd vluchten.